Hallo allemaal, ik ben Nerf van Warzone Universe en vandaag heb ik voor jullie een Rangers van de Nerf Mega Big Shock. Ik bedoel Cyclone Shock. Op de box om 23 meter. We gaan zien wat voor meter we krijgen eigenlijk. Zo, ja, we gaan zien. Nou, dat waren alle darts. En volgens mij komt dat geen 23 meter. Hallo Nerf. Wow. We gaan eens even kijken. Nou, we hebben rond de 11 meter of 12 meter hebben we 3 darts liggen. Best wel jammer. We hebben hier rond de 14 meter nog een dart liggen. En op de 15 meter hebben we nog 2 darts liggen. En dat vind ik zonde van Nerf. Zonde. Dus eigenlijk wil ik dus nu nog een keer gaan schieten. Dat die eigenlijk een beetje in moet komen. Dus we gaan nog een keer schieten. Ik ga de blaaster even reloaden. Ik ga jullie even neerzetten. Dit klopt niet echt, Nerf. We doen minstens 10 meter. Doen jullie eraf eigenlijk. Is niet heel goed van ze. Goed, dan gaan we nog een keer. Goed. Baas op dezelfde manier afgeschoten. We gaan nu weer kijken. Volgens mij is het wel beter geworden. Ik heb ze op dezelfde manier afgeschoten weer. Goed. We hebben hier rond de 14 meter 1 en 2 darts liggen. We hebben rond de 15 meter nog 2 darts zitten. En dan rond de 16 meter, misschien net 15,5 meter, nog 2 darts liggen. En dat zijn dus alle megadarts die ik hier heb afgeschoten. En het vind ik niet goed voor Nerf. Nerf heeft echt die ranges gedaan bij deze mega blaster. En zei dat hij gewoon minstens 23 meter zou schieten. Hij schiet amper, hij schiet net 15 meter. Dat is gewoon even slecht als dat de Big Shock deed. En dat is dus niet goed van Nerf. Ik ben echt, dit vind ik niet goed van Nerf, kan ik je zeggen. Want ja, achter zo'n blaas zit een hoop kracht, heb ik gezien. En ja, dat is niet normaal wat ik nu heb gezien. Maar ja, ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Like hem even en abonneer op mijn kanaal voor meer range testen. En meer unboxing, reviews en combo's. En dan zie ik gewoon weer in de volgende video. Dat was Nerfboy, Nerfboy uit.